Goedemorgen. Op deze donkere donderdag begin ik maar de vlog. Want de afgelopen weekenden waren natuurlijk spectaculair met al mijn bacillen. En ze zijn nog steeds niet weg, dus ik denk ik plak er gewoon een extra dagje aan. Ik ben nog steeds heel benauwd. Want ik blijf longontsteking te hebben. Hartstikke leuk. Ik ben gisteren naar het ziekenhuis geweest. Mijn hechtingen zijn eruit gehaald en het ziet er allemaal goed uit. Maar ze zei wel, het is niet echt hoe het er na 2 weken uit hoort te zien. Maar dat komt waarschijnlijk omdat je lichaam bezig was met andere dingen te bestrijden. Dus ik moet nu, er zitten allemaal hele harde plekken en die moet ik gaan losmasseren. Dus dat doe ik dan maar. Tot het pijn doet, zei ze. Nee, ze zei, je moet masseren zo hard als dat het pijn doet. Dan is het goed. Dit weekend. Vanavond komt mama bij me logeren. Mama die is ook heel ziek geweest. Dus het is een beetje de lamp helpt de blinden. Maar wat ik natuurlijk eigenlijk Ede nog niet mag tillen. Vanavond Sven die is er niet. En verder dit weekend hebben we eigenlijk geen plannen. Ik moet rustig aandoen. De arts zei. Ja, als je bijvoorbeeld merkt dat de washanger te veel is, gewoon stoppen. Nou, ik dacht, de was ophangen, dat kan ik wel. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik heb volgens mij gisteren niet meer zoveel gevlogd. Mama kwam, gezellig samen gegeten. Kindje naar bed gedaan en filmpje gekeken. De kids waren wel een paar keer wakker vannacht. Vooral Niels, die had weer echt een hele nare hoes. Ik dacht, nee, niet weer jongens. Maar goed, dus mama die zei, blijf jij maar even lekker liggen. Dus dat heb ik gedaan, alleen ja, dan lig je in een soort twilight zone. Tenminste, ik heb dat dan. Dan ben ik een soort half wakker, half slapend. En ik hoorde natuurlijk de kindjes en de branderlicht. En ik hoorde een of andere boormachine. Dus echt heel erg geslapen heb ik niet meer. Maar het voelde gewoon wel heerlijk om even te kunnen blijven liggen. Mama is nu de kindjes wegbrengen. Ik heb even gedoucht. Een beetje tinted moisturizer op mijn hoofd gesmeerd. En concealer. Het is vandaag Valentijnsdag. Sven komt vanavond terug. Ik ga nu mijn laatste antibiotica pilletje oplossen in water. Ja. Dat ik dat moest doen, daar kwam ik trouwens echt pas vrij laat achter. Maar dat maakt niet uit. Het staat ook niet in de, hoe heet dat, in de bijsluiter. Het staat alleen op het doosje zelf. Nou, het oplossen in water, het is. en ik heb voor het eerst in 100 jaar... yoghurt met muesli en fruit. Oh, dat vind ik zo lekker. Maar ik ben natuurlijk lactoseintolerant. Maar dit is lactosevrije yoghurt. Maar ik heb eigenlijk vanaf de operatie alles qua lactose gebannen. En ook omdat dit is ja, tricky. Dus heb ik niet gegeten. Maar nu moest ik het voor een recept hebben. Dacht ik, oh, is echt mijn lievelingsontbijt dit. En ik moet zeggen dat ik de laatste tijd wel weer wat meer lactose doe. Maar... ik moet er ook weer even wat strenger in worden, want ik merk wel dat het heel erg helpt. Vandaag natuurlijk weer niks op de planning. Nou, dat is niet waar. Ik heb mijn beste vriendinnetje afgesproken. We zouden ergens gaan lunchen, alleen ja, fietsen is gewoon niet zo'n goed idee voor mij. Dus we moeten even kijken of we dan hier in de buurt gaan lunchen of dat ze even hier langs komt. Maar ik vind het wel heel leuk om haar even te zien, want we hebben elkaar zo lang niet gezien. Ik denk dat we dat wel even gaan proberen. En dat is denk ik alles wat ik... wat ik moet doen vandaag. Sowieso boodschappen hebben, ben ik gisteren vergeten. En nou ja, goed, Eden is gewoon lekker thuis. Niels gaat gewoon naar school natuurlijk. Dus ja, eerst maar eens een beetje iets op mijn hoofd smeren. Wat kent hij net? Aap? Ja. Zo laten. Wat zegt de aap? Ik heb net even met mijn beste vriendinnetje een theetje gedronken, super gezellig. En toen had ik een Valentijnskaartje voor mijn man. Dat is heel leuk. En nu mama is even met Elin boodschapjes doen. Nu ga ik even zitten. Misschien even in de VT wonen die mama mee had genomen kijken. Hoppatee. En dan komt straks Niels ook gezellig weer thuis. En mijn haar zit niet. Ik heb net even Ene's jas gewassen, want die zat helemaal onder de appel en kwel. En ik weet het allemaal niet. Ik moest toch een wasje draaien, dus ik heb hem meteen even daarna weer ingespreid.
ik even de rest van de was opvouwen. Even mijn joggingbroek aandoen. Het is mooi geweest. Ruikt dat wel, die spray. Nou goed, die jas weer opruimen. Het draagt allemaal niet bij zo. Goed kou, hè? Die was met zijn beste vriendinnetje aan het spelen en die komen nu hier. En mama zei op haar, het idee was dat mevrouw ging slapen, maar had er zelf iets andere gedachten over. Hè? Nee. Nee? Ja? Ga maar op de grond zitten. Ga maar op de grond zitten. Oh, dat kan ook. Ja. Moet ik even helpen? Ja. Go. Doe maar op. Goed zo. Hoppa. Hop. Hou maar vast. Goed zo. Maar goed, ze wil niet slapen. Mama gaat nu eens even ophalen. Ze heeft net geboekt. Dus als het goed is, zit ik safe. En worst case kan ik haar natuurlijk wel optillen. Als er iets ergs gebeurt, is dat geen probleem, hè? Nee. 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 Ja. Nee. Ja. Best auto. Auto. Oh, daar. Ja, ga eerst maar eten. Goed zo. Eet, jongen, dat is niet normaal. Niet normaal. Kilo's eten gaan erin. Zo'n honger de hele tijd. Maar ja, je wil er vlak voor eten ook niet te veel meer geven. Auto's. Heb je daar de auto's? Ja. Ja. Op. Ja, dankjewel, schat. Hm? Hm? Ja. Ja. Deze. Nog meer? Ja. Oh. Zoals ik zei, het is niet normaal als ze eet. Maar ja. Ja, dat moeten we het maken dan, hè? Oh, ik ga iets anders pakken. Ja, is dat goed? Goed zo. Oh, wil je weer zitten? Ja. Met de billetjes erop. Ik hou hem vast. Goed zo. Hoppatee. Zo'n kletsmajor. Doe je auto, dan zitten ze weer weg. Maar ze ruimen ze ook heel veel zelf op. Hetzelfde soort aardappels, spersiebonen, vleesje en mais. Kijk, nou, daar komt mijn mond mee aanzetten. Met een roos. Pak hem, Elin, pak hem. Die nu voor is, die heb ik gewonnen. Deze? Waar is die? Is dat de poes, ja? Oh, die is ook voor Elin. Poes. Oh, ik heb een paard. En ik heb nog Raf. Wij gaan onze kava drinken. Klein beetje verder hebben we helemaal schoon thee. En even iets op tv kijken. Of een filmpje. Of zoiets. En dan zie ik je morgenochtend weer. We gaan ontbijten. Goedemorgen, het is zaterdag. Volgens mij had ik het nog helemaal niet gezegd.
Even mijn haar krullen, want ik merk eigenlijk dat ik dat het meest relaxed vind als ik dat op dag 1 doe. Dan zit het eigenlijk de rest van de dagen, ik was 2 keer in de week mijn haar, maar dan zit het gewoon de rest van de dagen goed. Nou, woensdag heb ik er eigenlijk nooit tijd voor. Maar ik heb nu van de week dinsdagavond mijn haar gewassen. Het beviel me eigenlijk wel. Toen heb ik het daarna dus gewoon gekruld. Vond ik wel wat. Maar goed, misschien dat ik dat voortaan ga doen. Maar ik was dus altijd ook op zaterdag mijn haar. En dan merk ik gewoon als ik het krul, dan zit het gewoon de rest van de week irriteer ik me er een stuk minder aan dan als het stijl is. Omdat er dan gewoon net een beetje meer... het valt gewoon net wat lekkerder of zo. Dus ik wil het er wat vaker gaan krullen. Sven is met de kids naar Nielsen Sport toe. Ik ben nog een beetje fear of bezels. En daarbij is dit sorry, gewoon nog best wel vermoeiend voor mij. Dus ik heb me wel lekker opgemaakt vandaag. Ik voel me wel weer mens. Maar ik ga straks daar wel heen lopen. Dat is vlakbij. Dan neem ik wat eten en drinken mee. Want Niels gaat meteen en daardoor naar een vriendinnetje van hem wat met hem wilde spelen. Vind ik wel heel grappig. Want hij zit dus sinds december op school. En dat hij dus nu al kindjes heeft die met hem willen spelen en zo. Hij speelt heel veel met een buurjongen van ons. Die wel voorheen al kende, maar die nu bij hem in de klas zit. Nu spelen ze echt nou minstens 1 keer in de week samen. Hij speelt natuurlijk met zijn beste vriendinnetje die hij al kent van het kinderdagverblijf. En nog een ander jongetje dat hij nog kent van het kinderdagverblijf. Maar er komen dus ook steeds meer nieuwe kindjes bij. En nu kreeg ik gisteravond gistermiddag een appje van de vader van dit meisje. En dan een spraakberichtje dat ze zo graag met hem wilde spelen. Nou, hartstikke leuk. Dus dat gaat gebeuren. Maar hij heeft altijd berenhonger na dat sporten. Dus ik dacht, dan breng ik wel even wat eten en drinken langs. En zij wonen vlakbij. Dus dan kan hij dat gewoon eventjes opeten. En dan meteen door. Want zij had 's middags nog een kinderfeestje. En dat vind ik ook wel lekker. Hebben we gewoon de middag gewoon rustig. Ik krul trouwens met de Remington. Dat is een hele oude. Maar dit. Heel veel mensen zijn niet blij met zo'n klepje. Maar ik vind het eigenlijk heel relaxed. Maar ik wissel een beetje af voor waarmee ik krul. Dit is echt met mijn luie krultang. Omdat ik dan gewoon niet zo vast hou. Maar ik doe ook een cone. Of ik heb zo'n set van. Kom even niet op de naam. Noemi. Een set van Noemi met 3 maten tangen en een steltang. Soms krul ik ook met een steltang. Maar het liefst pak ik toch deze, omdat ik het gewoon makkelijk vind. Het geeft allemaal net een iets andere krul, maar... Zo, nu is het gekruld. En dan maak ik het een beetje los met mijn vingers. Ik ga eigenlijk nooit met mijn borstel doorheen. Ik weet niet, dat wordt altijd heel oudbollig of zo bij mij. En dan is natuurlijk de eerste dagen al wat heftiger dan de rest van de week. Ik gebruik altijd Taft haarspray, de groene. Ik heb ook Elnet, maar ik vind de geur vreselijk en ik vind eigenlijk Taft fijner. Volgens mij is het echt vloek in de kerk, want iedereen gebruikt Elnet, maar... Ik moet zo zeggen, elk haar is anders. En dan gebruik ik nog een beetje glans en care hairspray overheen van andere longen. Gewoon even. Ik weet niet of het echt glans geeft, maar het ruikt wel lekker. Ik kan dus nog geen normale broeken aan, omdat er buiten nog zo'n beurs is. Dus ik woon in een legging. Namelijk deze leerlook legging. Maar ik probeer er maar iedere keer wat anders op te doen. Dus ik heb nu deze glitter trui van Stradivarius. Meestal doe ik hem zeg maar ergens in. Ja, met een legging vind ik dat altijd toch een beetje nee. Dus ik doe het maar gewoon zo. Ik heb even een broodje smeren voor Niels. Ik denk dat ik ook maar 1 voor 1 is hier. Want ik denk dat als zij ziet dat Niels brood krijgt, dat zij dat ook wil. Een knuffel doen. En die heeft eerst laat weer gewonnen. Oh,
zijn het lekker buiten geweest, zoals je ziet aan mijn Bruno of the Red Nose. En nu gaan we inmiddels puzzelen. Er zit heel veel adem. Wij zijn even aan het borrelen. Wil jij deze opeten, omdat ik vind deze niet meer zo lekker. Oh, lekker. Nou, net had zo nog die kat in de hand. Die kat en die tas. En dan zo. Dit is het eerste. Eén kom, dan in de pret. En dit is gewoon de politie. Waar is de poes? Poes. Ja, oh, je tas. Ja. Doei, Elin. Doei. Kom, kom. Ook nog aanzetten. Het is echt een illusie duo, die twee. Het is echt, mag de ballen nog op. Is hier goed bed? Nog even bij Niels. Echt een hele relaxte dag. Kinderen waren zo leuk met elkaar. En ja, het leek wel 100 uur te duren de dag. Het was gewoon heel relaxed, heel fijn. Ik heb het gevoel dat ik iets meer lucht heb, zeg maar. Dat is ook heel fijn. So far so good. Nu ben ik even bezig met de offerte van de badkamer. Super boeiend werk, maar het moet wel gebeuren, want er worden heel veel foutjes gemaakt steeds. Heel moe van. We gaan een poging doen om Niels matje even iets in te kletten. Zeker goed. En Sven vindt dat hij beter kan. Ik denk dat hij beter kan dan ik, dus nou ja. Be my guest. Straks geeft het eindresultaat filmen, dat ben ik namelijk vergeten. Deze tante heeft een appelverslaving. Appelverslaving. Appel! Ja, appel. En ze heeft er dus vanmorgen al een op, maar nu is ze er in de winkel weer een gescoord. Maar dan loopt ze dus weer door het huis en Sven is nog even terug naar de winkel. Die kan haar nog wel tillen, dus ik kan haar niet in het stoeltje zetten. Ga weer zitten, lieverd, kom. Maar nu heb ik dus net alles gedieappeld van vanmorgen en nu zit het dus weer overal. Het is helemaal appel. Nee. Ik ga even naar een lunchje. Lekker. Ik heb een stukje voor mij. De tomaten erop. Ja, goed hoor. Ja. Ja, mag ik maar proeven? Hang. Nou, lekker. Ja. Heb je goed gemaakt. Het is een ander kleurtje dan ik gewend ben. Lekker, dankjewel. Ja, als je een hele grote pizza nu maken. Ja. Nee, en ik ga even naar buiten, even de pakketjes wegbrengen, toch? Ga ik eventjes kleren voor Elin klaarleggen. Het waait heel hard nu. Maar niet zo hard als vorige week. Ik begin nu wel echt benauwd te worden, maar het ging eigenlijk heel goed vandaag. Echt beter dan de afgelopen dagen. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb ik heb minder neiging gehad om te gaan slapen. Dus dat is wel top. Dus ik was echt wel wat minder moe. En ja, steady. Goedemorgen, het is maandag. En ik heb gisteren helemaal niet meer gefilmd. We zijn al lekker naar buiten geweest, maar het waaide echt heel hard. En ja, het was gewoon echt een heel relaxed weekend. We hadden niks op de planning staan en ik moet zeggen dat ik me elke dag een stukje beter voel. Elke dag een beetje meer lucht heb, een beetje meer conditie, dus ben ik heel blij om. Daarom wil ik ook weer gaan werken. Ik dacht ik begin vanmorgen thuis en dan ga ik gewoon na de lunch rustig die kant op fietsen. En dan maar eens kijken hoe dat gaat, want nou ja, ik heb dus niet meer gefietst sinds ik naar het ziekenhuis ben gegaan omdat het niet zo'n hit was. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, maar ik ga gewoon heel langzaam aan doen. En nou ja, dan ga ik daar gewoon even zijn en dan ga ik weer terug. Ik probeer het echt rustig op te bouwen.
En dan afhankelijk van hoe het gaat vandaag ga ik dan gewoon morgen de hele dag. Dat zou ik het liefst willen. En nu ga ik gewoon beginnen met thuiswerken. Dat kan gelukkig bij mijn werk. Dus dan kan ik eventjes al mijn mails bijwerken. En dat soort. Dus dat ga ik nu doen. Het huis is wel een beetje een zwijnenstal, maar ik laat het maar eventjes zwijnenstal aan. Oké, ik moet niet overdrijven, maar het liefst werk ik in een opgeruimd huis. En dan kan ik me beter concentreren. In plaats van net te denken dat het nog eens opgeruimd moet worden. Maar dat doet er ook niet toe. Ik ga dat gewoon blokken en dan ga ik aan de slag. Dus dat is fijn. En dan ga ik ook de vlog afsluiten. Volgend weekend is Sven jarig, dus dat wordt sowieso leuk. Dan neem ik jullie natuurlijk weer mee. Heel erg bedankt voor het kijken. Doeg!